Veel mensen lopen de Vierdaagse als persoonlijke uitdaging. Maar sommige mensen doen er nog een schepje bovenop en halen geld op voor het goede doel. Zo ook Nathalie Strijbos. Zij gaat lopen voor de Trombose Stichting. In januari is Nathalie 40 geworden. Een mooie gelegenheid om dan ook de 40 kilometer te gaan lopen. Nadat ze vorig jaar met dit idee kwam, belandde ze plots in het ziekenhuis. Eind vorig jaar kreeg Nathalie klachten. Ze had ondraaglijke pijn en was snel buiten adem. In het ziekenhuis blijkt dat ze door het slikken van de pil meerdere longembolieën heeft gekregen. Met zelfs een longinfarct tot gevolg. Ja, toen had ik echt zoiets van, ik kan niet meer meedoen met de Vierdaagse. Dus dat vond ik echt heel jammer. En een aantal artikelen gelezen, waren zo negatief. Ik dacht van, ik kan ook gewoon echt niet meer meedoen dit jaar. Doorgegaan daarna met trainen. Blijven trainen. Toch gelukt om een kaartje te krijgen. En dit jaar gaan we er gewoon helemaal vol voor. Ja, ik had sowieso het idee van, als ik de Vierdaagse ga lopen, waarom niet gelijk voor een goed doel? Dan heb je toch meer motivatie en je bent toch aan het lopen. Dus dan kun je er gelijk iets goed van maken. Nathalie is gelukkig heel snel hersteld door gelijk te beginnen met revalideren. Samen met een fysio kreeg ze binnen 3 weken haar conditie weer op peil. Waar ik nu sta, dan weet ik zeker dat ik wel ga halen. Tenminste, qua conditie aan mijn longen. Ja. Ja, zijn er nog andere dingen waar je bang voor bent? Ja, je weet ook niet. Hè? Ik wil hem gewoon uitlopen, maar ja, je kan zo'n blessure krijgen of net wat, maar daar gaan we niet voor. Maar ik heb geen excuus van, kom door de trombose, kom door mijn longinfarct. Nee, absoluut niet. Nathalie gaat de Vierdaagse samen met haar zoon lopen. Ik ben zelf op het idee gekomen om met mijn moeder samen te gaan wandelen. Mijn moeder was mee besloten dat ze met een vriendin ging wandelen. Maar de vriendin had meer last aan haar voeten, dus toen besloot ze dat ik vroeg aan haar of dat ik mag erbij komen. En zo is het gegaan. Ja, want wat is je doel? Hoeveel geld wil je ophalen? Ik wil het liefst 2500 euro ophalen, maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk. Dat is mijn doel.